Tot voor kort mochten schepen hun afvalwater altijd en overal lozen. Maar door nieuwe wetten mogen passagiersschepen met meer dan 50 opvarenden niets meer in het oppervlaktewater storten. Zij moeten dus andere manieren vinden om van hun afvalwater af te komen. Voor veel bestaande passagiersschepen is het te kostbaar of zelfs onmogelijk om een eigen vuilwatertank of zuiveringsinstallatie aan boord te hebben. WAF biedt hiervoor de oplossing. WAF staat voor waterafvalverwerking. Wij varen met onze boot naar passagiersschepen toe en wij pompen het afvalwater over. Vervolgens dragen wij zorg voor het transport en de verwerking hiervan. En uiteraard doen we dit allemaal volgens de relevante regelgeving. Wij zijn op dit moment de salonboot aan het leegpompen. De salonboot vangt zelf het water op in de tank. Op het moment dat de tank vol is, worden wij gebeld en komen wij de tank leegpompen. Dat kan zowel door ons gebeuren, dus we kunnen de tank leegzuigen met een vacuümpomp, of het schip kan zelf bij ons in de tank pompen. Daarna gaan wij naar het afgiftepunt, wat we hebben in samenwerking met Haven Amsterdam en Waternet. En daar gaan wij het schip lossen. Even doorzuigen. Wij zijn met onze dienst ingesprongen op veranderende wetgeving. En willen dit graag zo duurzaam mogelijk doen. In de toekomst willen we graag zelf het water op milieuvriendelijke wijze aan boord reinigen. Er blijft dan schoon water over wat overboord geloosd kan worden. Dit scheelt ook aanzienlijk in de vervoersbewegingen. Op dit moment zijn we vooral in de omgeving van Amsterdam actief. Maar we willen natuurlijk groeien. Daarom breiden we uit naar andere regio's zoals Rotterdam, Arnhem, Nijmegen. Maar zelfs naar het buitenland zoals België en Duitsland. We zijn nu aangekomen op het afgiftepunt. Hier lossen we het schip. Naast de inname van sanitair water doen we ook nog inname van vet en keukenvet. En dat wordt verwerkt door collega-ondernemers op een milieuvriendelijke manier. Daarnaast doen we ook nog het reinigen van tanks, waardoor installaties minder storingsgevoelig zijn.